zitten wederom in de auto, zoals gewoonlijk. Wij beginnen al onze vlogs de laatste tijd. Ze beginnen altijd in de auto. Dat we daar iets meer afwisseling in moeten zoeken. We wilden meer afwisseling hebben, maar ja, wij gaan naar Assen. Want daar gaan we wat ophalen. Daar ga je, als het goed is, heel erg blij van worden. Ja, als het goed is wel. Als het goed is wel. Is de happy days. Ja. Wat gaan we daar ophalen? Ah, in Assen. Dus, heb je er een beetje zin in? Ik heb er wel zin in, ja. En vind je het ook spannend? Nee. Nee? Nee. Nou. Waarom moet ik naar iets? Over 1,5 kilometer. Onder de brug door en dan naar links. Dat is een goeie, hè? Zo'n referentiepunt. Ja, hè? Onder de brug door. Hier was dat stukje waar we dus vorige week bijna dood gingen. Helemaal niet. Dat was bij toen we naar links moesten. Ja, dat is een stukje verderop dan. Ja, over 1,2 kilometer. Toen gingen we dus ook onder de brug door. En toen gingen we niet bijna dood. Jawel. Nee. Post raining. Doe het. Has a really shiny nose. When if you ever saw him. You would even say it blows. En daarna weet ik nooit de tekst. Oh denneboom, oh denneboom. Wat zijn je takken wonderschoon? Wat zijn je takken wonderschoon? Ik heb je laatst in het bos zien staan. Toen zaten er geen lampjes aan. Oh denneboom. Oh denneboom. Wat zijn je takken? Wonderschoon. Wonderschoon. Ik heb een feeling, jongens. Nachtegaal. Het is gewoon tweestemmig. Dit is inderdaad tweestemmig. Hard en vals? Of het... Rechtdoor, hè? Schat. Ja, nee, just saying. Rechtdoor, hè? Trust me. I know what I'm doing. We zijn nu op Europaweg Noord. Oh, die uitlaat, die rammelt ook. Niet zeggen, deze auto willen we nog verkopen. Heb je nog interesse in een ongelooflijk mooie Daihatsu Kuiore van een BBN'er? Laat het dan weten in de reacties hier beneden. Als dit ding verkocht wordt... Kijk nou uit! Ik zie het toch! Ja, dat meen ik! Kijk nou, dankjewel! Geen probleem. Dit is perfect weer, hè? Ben je blij met je cadeautje? Ja! Eigenlijk helemaal niet goed voor jou, hè? Ik word morgen ongesteld, schat. Dat kan ik heel goed, goed gebruiken. Dat is normaal niet. Niet? Nee. Oh, voelt wel zo. Yo! Nou, ik weet niet of hij er goed in zat. Maar ik weet niet of hij goed is achteruit zat. Nee, blijkbaar niet. Ja, blijkbaar niet. Ik moet nog even wennen aan deze koppeling. Ja. Ook de schakelen. Dingetje. Het is ook een nieuwe auto. Het is ook een nieuwe auto. Alright, ja. Maar mag ik de sleutels van die andere auto? En dan gaan we nog even tanken ergens, hè? Je krijgt wel achter jou op de hoek? Hier op de hoek zat het volgens mij. Ja. Tank. Ja? Oké. Okay. Nou. Zeg maar doeg tegen kijken. Doei! Oh wacht, dacht, dit is leuker. Kijk, daar is ze. En het lukt denk ik niet. We gaan haar helpen. De sleutel is goed gedraaid. Het is dubbel gênant dat ik aan de verkeerde kant sta. Hier, wacht even vasthouden. Ik hou de camera vast. Jij doet het voor. Hoezo draai je nou naar links? Lefty Lucy, righty tidy. Ik draai de verkeerde kant, hoor. Het is gemeen, maar ja, het bewijst wel weer het een en ander dit. Zwaai maar. Nou, het was een hele begripvolle tankbediende, jongeman. En wat begreep die? Oh, dat is ook lastig, hè? Met die sleutel en dan draaien en zo. Ja. Echt lief. Ja. Dat ik gewoon even zeggen, hier kom ik vaker. Nou, wat mooi. Ze kijkt een beetje, boos. Ja. Bedankt. Ik vind mijn verjaardagscadeautje wel leuk. Wat is dat? Ah! Heb ik toch bijna een
een doodervaring hier. Mijn reactie staat ook op de camera. Doodsangsten sta ik uit. Doodsangsten. Hadden we nou bijna een ongeluk? Nee, want er is niemand voor ons en het is gewoon een stoplicht. Het is lekker warm hier in de auto, hè? Het is niet lekker warm. Het is warm? Ja. Vind je het te warm? Het is hier bloedheet in de auto. Ik heb het koud. Mijn handen zijn heel koud, voel maar. Ja, ik geloof het hier wel. Je hoeft het niet per se niet, Wie doet dat nog meer? Dat je als je koude handen hebt en dan zegt voel maar. Comment below. Ik heb gehoord dat mensen het soms best wel leuk vinden om te luisteren naar ons gezanik. Ten eerste. Wie? Ten tweede. Dennis en zijn vriendin. Welk gezanik? Dennis en Sanne heten we toch? Dennis en Sanne. Hoi Dennis en Sanne. Mag je zomaar name drop hier? Kan dat zomaar? Het zijn twee hele veel voorkomende namen. Dennis is zelfs een bekendheid. Kijk, nu maak je het dus persoonlijk. Hij is nu zelfs een bekendheid. Nu kunnen mensen hem al eerder opzoeken. Hij heeft minstens 10 keer zoveel volgers op YouTube dan dat wij hebben. Ja. Dat is toch wat? Ja. Dat wij bevriend zijn met zulke... Is hij ook een BBN'er? Dat denk ik wel. Ja. Ja, jongen. En hij zat wel in de vlog met Enzo. Wij niet. Ja, wij nou niet. Maak je het wel heel persoonlijk, of niet? Maar je wil gewoon meeliften op het zijn succes. Ja, Enzo! Dit is dus een vervroegd verjaardagscadeau. Wat ik nu al heb gekregen. Ik ben dus heel benieuwd wat ik van Mike krijg voor mijn verjaardag. Want daar hebben Mike en ik het al over gehad vanmorgen. Wat wil je eigenlijk hebben? Ik zeg, ik wil iets leuks. Het gaat niet om hoeveel het kost. Het gaat erom hoeveel moeite je erin steekt. Dus ik verwacht minstens een uitgeschreven plan van wat we gaan doen op die dag. En dat kan dan ook gewoon iets heel basis zijn, weet je. Gewoon een speurtocht of zo met briefjes. Maar als hij gewoon zijn best heeft gedaan... Hij doet gewoon de auto op slot. Schatje, ik kan er...